Ik kan me nog herinneren dat ik een keer na het voorlezen de bibliotheek uitkwam en dat daar ineens mensen buitenstaanden scanderen: regenboog, pedo. Mijn naam is Dolly Bellefleur en ik sta sinds 1989 op de planken en op de barricades. Door liedteksten te schrijven, columns, cartoons, op scholen op bezoek te gaan en dan met kinderen te praten over pesten. Er was een meisje dat voelde zich heel prettig en die durfde toen voor het eerst te vertellen dat ze op meisjes viel. En toen 2 maanden later was de Canal Parade. En toen lag zij aan de kade met een klein bootje met haar ouders en hield ze een ballonnetje omhoog met I love Dolly. Nou, toen smolt ik. Ik hoop dat de dag na de verkiezingen dat niet extreemrechtse partijen gewonnen hebben. Omdat veel van die partijen toch wel vaak in hun partijcampagnes hebben over LHBT+ propaganda. Die ageren tegen vrouwen zoals ik die kinderen voorlees. Ik hoop dat er dan partijen hebben gewonnen die in ieder geval voor de LHBT-rechten opkomen.